Welkom bij een nieuwe video. En welkom in Huipie. Ja. Huip staat hier op de oprit nog. Met de twee kinderen in de stoel. Yes. En ze zijn ready to go om naar opa en oma te gaan. En ik ga jou achterlaten. Ja, je gaat mij achterlaten. Ik heb een boel werk te doen. Ja. En jij hebt gewoon een paar dagen vrij. De kids hebben nog vrij van school. Dus ik kon eindelijk nu even in alle stilte een groot project afrollen. Nou, eigenlijk was het zo. De kinderen zouden deze tweede week van de meivakantie sowieso naar opa en oma. Want die hadden er heel veel zin in. De kinderen en opa en oma. En dan zouden wij lekker een paar dagen toeren door Zeeland met de camper. Maar ja, toen kwam er voor jou een enorme klus aan. En toen zei je, ja, ik moet eigenlijk heel de tijd werken. Dus ik kan eigenlijk niet mee. En toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? En dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon in mijn eentje op vakantie. Ja, normaal zien zouden we met z'n tweeën gaan uit de camper. Mm-hmm. Met de kids bij opa en oma, maar nu ga ik helemaal alleen. Ik vind dat een beetje spannend, hoor. Ja, snap ik wel. Ja, hè? Ja. Maar ja, op zich heb ik wel vaker... Ja, sorry, ik heb nog steeds een beetje dat verstand van de koortsblaar. Op zich heb ik natuurlijk wel vaker in de camper geslapen. En weet ik ook hoe alles werkt. Maar ja, normaal ben je wel gewoon samen. En doe je alle stroomdingen en de gas en weet ik het. En, ja, dat was het ook, hoor. Dat is het eigenlijk wel, hè? Een gaskraantje open. Ja. In. Voor de rest heb ik toch altijd alles al. Nee. Maar nu ga ik helemaal alleen. Super spannend. Ik heb er ook heel veel zin in, maar ik ga je wel erg missen. Ja, ik jou ook. Het zou heel gek zijn als jullie straks allemaal in één keer weg zijn. Ja, dan heb je het hele huis al voor jezelf. Ja, stilte na de storm in één keer. Ja, dan gaan we maar pijnen. Krik, krik. Krik, krik. Ja, maar als Siep zeg maar zo'n groot project heeft, dan werkt hij het liefst dedicated van 7 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Als ik dan thuis ben, dan loop ik alleen maar in de weg en dan ga ik hem alleen maar afleiden. Zeg, oh, zullen we toch even lunchen? Zullen we toch even dit doen? Vet irritant voor hem, ook voor mij, want dan hoor ik heel de tijd, nee, kan niet. Dus het is beter dat ik lekker op vakantie ga. Ja, lekker hoor. Ik heb nog even getwijfeld, zo van, oh, zou ik dan een hotelletje boeken? Maar ik dacht, nee, ik ga gewoon lekker. Huipie. Met het huipietje. Zo leuk. Ik heb er zin in. Ja, hè? Ja. Nou, we gaan even onze afscheidsknuffels en kussen geven. Was dat het dan? Nee. Nee, dat doen we privé. Dag. Welkom op mijn solo vakantie. Ik vind het echt zo lekker. Ik heb gisteren de kinderen bij mijn schoonouders gebracht. Die waren helemaal blij, want mijn schoonouders hebben allemaal speelgoed bewaard van Siep en zijn broer. Dus die kwamen echt met een super oud piratenskip aan van Playmobil. En ze hadden super veel Lego, dus Jeppe die is natuurlijk helemaal door het dolle heen. En ik heb vannacht in Domburg geslapen op een camping hier vlak achter de dijk. Nou, gewoon heel simpel. Ik stond eigenlijk een beetje op het parkeerterrein omdat ik maar één nachtje wilde blijven. Maar dat vond ik eigenlijk wel prima, want ik hou dan ook niet zo dat je dan in zo'n kringetje staat. Dus, je dan zo, nee. Dus ik had lekker mijn eigen plekje aan het veld. Helemaal fijn. En ik was helemaal boertje op vrouw aan het kijken, met mijn moeder aan het bellen. En dat soort dingen gisteravond dat ik helemaal niet meer gefilmd heb. Maar ik heb inmiddels de camper even verzet naar zo'n parkeerplaats. Aan de dijk. En dan heb ik gewoon uitzicht dus op de zee hier. Dus even kijken. Kijk. Helemaal leuk. En ik moet nog ontbijten. Het is al, hoe laat is het? 10:30. Oeh, nou, lekker laat. Ik heb wel al gedoucht. Zoals je misschien kunt zien. En aangekleed en dat soort dingen. Toen dacht ik, ja, ga ik dan hier nu ontbijten of ga ik gewoon lekker naar de zee rijden? Want dan kan ik gewoon met dit uitzicht ontbijten. Oh, je kan het niet zien. Je moet weer wennen. Dit zo. Is toch lekker? Ik heb echt de hele koelkast alleen maar vol met dingen die ik zelf heel erg lekker vind. Dus ik ga maken een smoothie bowl met bevroren, weet je het ook alweer? Drakenfruit. En dan lekker alpro erdoor. En dan heb ik chocola en mango en ook nog aardbeien voor het overheen, dus helemaal lekker. Dan ga ik een golden milkje maken, een cappuccino, en dan hoor je mij niet meer klagen. Dat is wel lekker. Thuis dan denk ik ook altijd van, oh, ik wil dat ontbijten en ik wil elke dag beginnen met een golden milk en ik wil van alles. Maar op een of andere manier zit ik elke ochtend aan een boterham met pindakaas en hagelslag. Iedereen op te heuen dat ze iedereen zijn brood moet opeten. Terwijl dit kan natuurlijk thuis ook gewoon, maar op een of andere manier heb ik er dan helemaal geen tijd voor of geen rust voor of zo. Nou ja, of course is mijn blendertje weer mee. Mijn draadloze blender, dus ik heb geen stroom nodig. Dus dan kan ik dit erin gooien en dan heb ik lekker een beetje. Chill! Nou, daar zat dus echt een super lekkere smoothie bowl in. Maar echt geen grap, ik was helemaal trots en heb ik hem gewoon helemaal niet laten zien. Dus ik ga gewoon nu alsnog een foto laten zien, omdat ik er zo trots op was. Kijk!
was dus vet lekker. Even een koffietje maken. Oh joh, zo relaxed. En als je dan denkt, wat doe je dan de hele dag? Nou, ik heb lekker een luisterboekje aan de hele tijd. Ik heb nog steeds die app. En dan ben ik gewoon lekker zo. Er zit een dame op uw kamer. Ze heeft haar naam gegeven. Een heel spannend boek te luisteren. Heerlijk vind ik dat. Ondertussen hoor ik de golven een beetje op de achtergrond. Nou, niks meer aan doen. Yo! Ik ben een klein beetje verwaarloosd. Want ik ben inmiddels al 3 nachten met mezelf weg. En ik heb nog heel weinig gevlogd. Maar ik dacht, moet jullie toch eventjes bijpraten. Het is nu 7:00 morgens. En ik heb de wekker heel vroeg gezet, omdat ik zo meteen ga surfen. Ik heb hier een ontbijtje. Iets basicer dan mijn andere hele smoothie bowl. Ik sta inmiddels ook weer op een andere camping trouwens. Die zal ik je later nog wel even laten zien, want ik blijf hier nog wel even staan. Maar mijn surfbank ligt hier boven. Kijk. Tadaa. En hier zitten alle surfspulletjes in die tas. Mijn wetsuit is mee. En ik dacht, weet je, ik neem in ieder geval alles mee. Als het dan een hele goede surf gaat worden, dan zou ik in ieder geval het water in kunnen. Nou hoopte ik natuurlijk dat het overdag was, dat ik dan een lesje zou boeken. Maar ik ga vanmiddag met mijn schoonouders en de kids naar een stoomtreinmuseum. En dus moet ik heel vroeg gaan surfen. Ik heb via Instagram een oproepje gedaan. En er is gewoon een meisje uit Zierikzee die met me meegaat. En ik vind dat zo leuk. Die heeft gewoon gereageerd. Zei, oh, dat is perfect. Dat is echt een schop onder de kont die ik nodig heb. Ik ga met je mee. Dus ik ga zo meteen om 7:00 in Domburg, of om 8:00 in Domburg met haar afspreken. Ja, dus ik ga even snel eten. En dan pak de auto. Ik kan natuurlijk niet filmen dat we gaan surfen, want deze camera kan niet in het water. Maar ik ga in ieder geval wel zo vroeg mijn nest uit om dus het water in te gaan. Ik heb ook al een lesje yoga gedaan in Domburg. Dat is heel grappig, want ik zat alleen maar tussen hele, sorry dames, maar best wel dames op leeftijd. En ik, dat was heel grappig. Best wel pittig trouwens. En ik heb ook aqua gym gedaan. Ook vet pittig. En ik vroeg me gisteren echt af, waarom doe ik dit soort dingen allemaal in één keer achter elkaar? Want volgens mij heeft mijn lijf hier helemaal geen zin in. En dan ga ik nu ook nog surfen. Help! Wel vet leuk. Dus ik ga even dit snel opeten. En dan de motor starten. En dan naar Domburg. Yay! Goedemorgen. Inmiddels weer een dag later. Gisteren hebben we kunnen surfen. Samen met Lindsay, die staat daar. Die hebben via Instagram een oproepje gedaan van, hey, wil je mee surfen? Nou, zij ging mee. Super tof. En vanmorgen hadden we het goede idee om nog een keer te gaan. Maar we zijn naar zee gereden. En er is letterlijk geen één golf. Gewoon echt helemaal niks. Er was een voorspelling dat het misschien achterin nog wel lekkere golven zouden zijn. Ja, dat is dan voor de echte goede surfer misschien niet zo interessant. Maar voor ons zou dat dan wel eigenlijk helemaal top zijn. Maar die zijn er dus niet. Toen dachten we, ja, wat kunnen we doen? We kunnen nu zeggen, oké, vet jammer, we gaan maar weer gewoon weer naar huis. Of we zeggen, we gaan gewoon eventjes snel de zee in. Even zwemmen. En daarna opwarmen met koffie. Nou, toen zeiden we eigenlijk allebei, dat is best wel een goed idee. Dus ik weet niet of we daar nu nog steeds achter staan of we het nog steeds een goed idee vinden. Maar we gaan er wel voor. Dus ik ga even mijn badpak pakken. En mijn handdoek. En dan gaan we voor een frisse ochtendduik in de Zeeuwse Zee. Hoppatee. Nou, ik kan me geen andere, betere manier bedenken dan echt goed wakker worden in de ochtend. Dus let's do this. Oh jongens, waarom doen we dit? Nu al een klein beetje spijt, maar maakt niet uit. Het water is gewoon super koud. Gisteren hadden we echt een vet surfpak aan. Lekker warm en nu gaan we gewoon in bikini. En daarna is er warme koffie. Dat is wel een soort geruststelling. Ah, dat was een stukje pijnlijker dan ik had verwacht. Maar we hebben het wel gedaan. En nu koffie. En warm worden. Kleine change of plans. Wij zitten hier lekker te koffie drinken. Echt al, nou, ik denk 2 uren. En ineens kijken we op. En we zien gewoon de ene naar de andere golf binnenstromen. En we zien zelfs verderop bij de surfschool een lesje liggen. Dus na de koffie alsnog pak aan en het water in. Eens kijken of er gesurfd kan worden. Yay! Oh, je hoort hem al. Kijk eens wie daar weer is. Bij Hypie. Bij Hypie. Het is Jepper de Pepper. Oh yeah. Hypie.
Hypie. Jeppie heb ik teruggekregen van opa en oma. Ik heb vanmorgen trouwens nog gesurfd. Was mega leuk. En daarna zijn opa en oma Jeppie weer komen brengen. Yay! Moos hebben ze nog één dagje meegenomen. En dat betekent dat Jeppie en ik vandaag dateavond hebben. We gaan dus op de fiets richting Domburg. En in Domburg hebben ze de allerlekkerste hamburgers van heel Zeeland. Heb ik me laten vertellen. Nee, weet ik niet of dat zo is. Maar Jeppie had heel veel zin in hamburgers. Toen dacht ik, nou, dan zoek ik een restaurant op waar ze hamburgers hebben. En het heet de Domburger, dus het zal wel goed zijn. Dus daar gaan we nu heen. Op het fietsje, zodat we lekker hamburgers kunnen eten. Ik heb zwembandjes gekocht, zodat we hier morgen op de camping nog even naar het zwembad kunnen samen. En dat is ook wel een beetje de reden dat opa en oma Moosje hebben meegenomen. Want ik kan natuurlijk niet met twee kinderen gaan zwemmen die allebei nog niet echt kunnen zwemmen. Dus vandaar dat we het zo hebben opgelost. Daar ben ik helemaal blij mee. En ik ben ondertussen een beetje de tas aan het inpakken, sorry daarvoor. Maar wij gaan dus snel op de fiets, een kwartiertje fietsen, om hamburgers te eten. En daarna slaapt Jeppie dus hier pieuw, bij mij in bed. En morgen heb ik dus twee kruimels bij mij in bed. Super gezellig. Helemaal zin in. Alle speelgoed hier. Ja, en Jeppie heeft alle speelgoed opgeruimd. Kijk eens hoe goed. Super knap van jou, lief. Nu moet alle speelgoed naar de pizzeria. Nee. Nee. Je mag één speelgoedje meenemen naar de hamburgers. Pak maar één dingetje. Zo. Nou. Oh ja, ook speelgoedje voor mama. Hele goeie. Ik ga even inpakken. Oké, een beetje veel muziek. Ik heb inmiddels mijn eten lekker op. En mijn date is nog lekker aan het knabbelen van zijn hamburgers. Smaakt het goed? Ja? Duimpje omhoog of duimpje naar beneden? Duimpje omhoog voor de hamburger. Oh, medium? Nee, oh, toch lekker. Zo. Ik heb medium geslapen, want deze jongen die lag lekker te snurken naast mij, maar dat was wel heel gezellig, dus ik ga niet klagen. En vanmorgen hebben we de hele ochtend gespetterd en gespatterd in het zwembad. Dus we zijn eigenlijk alweer een beetje van de hele ochtend springen en waterpret maken. Dat was wel echt heel leuk, hè Jeb? Leuk zwembad, toch? Dan was ik even op jou spetteren. Ja, je ging ook op mij spetteren, hè? Dan zeg ik, heet een goedie. Goedie! Ja, goedie mama! Ja, ik heb ook nog mijn mascara overal hangen. Nou, dat is wel een beetje het thema van deze week. Dat is volgens mij al de hele week zo. En nu hebben we lekker warme haver chocomel. Nog eentje voor mij. Ook eentje voor jou. En een boterham met pindakaas en hagelslag. Nom, 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 ja, nom. Nog eentje. Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, hier zitten bananen en plantjes. Oh, hier. Ja, er zitten bananen in de plant. Dat klopt echt. Kijk maar. En we hebben een aardbeienplant. Nou jongens, hebben we het goed of niet? Is het duimpje omhoog of duimpje naar beneden? Ja. Zo? Gelukkig maar. Ik vind het echt zo leuk. Dat, ik vind het een gele sneeuwbal. Ben jij een gele sneeuwbal? Nou, ja. Nou, we gaan dit lekker oppeuzelen. Doen we nog één rondje zwemmen. Zwembad? Nee. Doen we nog één rondje speeltuin. En dan gaan we naar het Kastlokaal. Is een restaurant hier vlakbij wat superleuk is. En daar komt dan... dikke vlek op de... Sorry. Zo. Nou, daar komt dan... daar komen mijn schoonouders naartoe. Samen met Moos. En dan zijn we weer herenigd. Yay! En dan slapen we vannacht met mama... Jeppe en Moos in de camper. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ja. Welkom bij de vlog waar de mascara eeuwig onder mijn ogen hangt. Maar dit is nou eenmaal hoe ik eruit zie. Als ik in de ochtend wakker word. We zijn weer compleet. Althans, zonder Siep. Maar ik heb wel allebei mijn kindjes weer terug. Moosje is terug van opa en oma. En Jeppe was er natuurlijk al. Ja, en we hebben lekker pannenkoeken gegeten. Kijk, hier ligt nog een restantje. Wat lekker fruit erbij. Ja. En ik had lekker koffie gehad. We hebben z'n drieën hier achter in dit bed geslapen. Jeppe die lag helemaal daar in de hoek. Dan lag Moos een soort van overdwars. En ik lag hier. Was te doen. Niet heel lekker geslapen, maar wel heel gezellig. Dat ze er allebei weer zijn. Hey, sneeuwlelletjes. Nou, ik ga eventjes
deze beestenbende voor filmpjes zetten. Want dan kan ik mezelf even klaarmaken. En dan als ik klaar ben, kan ik de kids aankleden. Dan kunnen we nog even naar de speeltuin. En daarna rijden we eindelijk weer terug naar Sipi. Yay! Hebben jullie zin, jongens? Ik kan go! Willen jullie wel weer naar huis? Nee. Nee. Willen jullie in de camper blijven wonen? Ja. Met mama. Zullen we de papa ook ophalen? Nee. Oh, wel hè? Nou, klaarmaken. It is. Go. Maar waar vermaak je ons wel? Bella. Ciao. Beestenbende. Hey. Inmiddels de camper verlaten en even de waterspeeltuin opgezocht. We gaan zo rijden, dus ons laatste ochtendje. En ik dacht, oh joh, we gaan nog heel even de speeltuin in. Maar Jep heeft laarzen mee, dus dat gaat op zich wel goed. Maar Moos dacht, ah joh, het kan ook prima zo. Die loopt op zijn sokken. Is net al met zijn kont vol in het water gaan zitten. Maar ja, ik laat het maar eventjes. Straks gewoon droge kleren aan als we gaan rijden. En dan thuis gewoon alles maar gelijk in de wasmachine. Inclusief kinderen. Dat is wel echt heel lekker. Dit zit gewoon op de camping. Echt top. Zo chill. En dan staat de camper daar. Kijk. Dat is Huip. Daar achter die mensen. Nou, helemaal top. Gaat goed, Moos? Wat ben je aan het maken? Ben je soep aan het maken? Lekker man. Heerlijk. We zijn even iets verder de jungle ingegaan. Maar hoe tof is dit? Ik ben helemaal blij hier. Kijk, daar is een waterval. Het stroomt helemaal naar beneden. Kunnen de kids lekker in spelen. Het is allemaal super ondiep. Dus dat is heel fijn. En dan is hier gewoon nog een heel deel van het waterpark. En daarachter dat roze ding staat dus gewoon de camper. Topplekje dit. Echt niet normaal. En inmiddels is Moos echt helemaal nat. Maar ja, maakt niet uit. En overal heb je hier van die lepels en pannen en zo. Iedereen lekker zijn eigen moddersoep kan bouwen. Allemaal stromend water. Echt zo lekker. Helemaal als het dan heel mooi weer is. Kunnen de kinderen gewoon hier lekker in hun zwembroekje doorheen rennen. Top. Superleuk. Nou ja, ik moet ze nog heel even laten spelen. En dan moet ik ze het treurige nieuws gaan vertellen dat we naar huis gaan. Wish me luck. Zo. Moet je weer even van dichtbij bekijken hoor. Wow, scary. We zijn weer herinnerd! Ja. Inmiddels ben ik alweer eventjes thuis. Vanmiddag thuis gekomen. Ja. Zo vermoeiend al. Heb je helemaal niet gezien in de vlog deze week? Ja, helemaal aan het begin. Hoe was het? Nee, ik heb echt de meest productieve week. Maar ook echt zo stil. Ja, hè? Ik was alleen maar aan het werk. Ik had deze keukentafel. Daar had ik mijn scherm op gezet. Mijn bureaustoel aangeschoven. En ik heb gewoon de wekker om 7:15 elke dag gezet. En ben ik gaan werken. Tot 's avonds laat. Tot 's avonds. En dan een beetje feedback. En dan ben je weer. En dat valt eigenlijk wel heerlijk. Maar ik ben zo blij dat ik niet hier was. Nee, ik was ook heel blij. Want dan had ik heel de tijd om jullie heen moeten werken of zo. Ja, dat had echt niet gewerkt. Nee. Ik zou uiteindelijk donderdag thuis komen. Donderdagmiddag, einde van de dag. En ik ben uiteindelijk nog 2 dagen langer gebleven. Omdat ik dacht, ja, kan ik donderdag wel thuis komen. Dan zit ik je alsnog in de weg. Dus ja, ik heb plus, het was gewoon leuk, toch? Het was mega leuk. Ja, nee, maar ook wel dat ik dacht, ja, dan ga ik naar huis en dan. Nee, het was superleuk. Ik heb echt zo genoten ook van even 2 nachtjes alleen met de kids. Althans, 1 nachtje Jeppe superleuk. En de 2e nachtje ook Moos erbij. Ja. Super gezellig. Ja. Maar het is ook heel fijn om weer lekker thuis te zijn. Ja, ja. Ja, het is zeker. Moederdag, dus moest ook wel. Ja, zeker, want de cadeautjes lagen hier. Dus, ja, dat denk je. Dat denk ik. Cadeautjes. Jeppe was best wel excited over moederdag, dus ik denk dat je wat leuks hebt. Ja, ik heb niks tegen hem gezegd. Hij heeft iets heel leuks. Ik heb niet zo bijzonder.
Ja, nou ja, dat ga je allemaal zien in de volgende vlog. Volgende week op het programma Moederdag. Maar ook een röntgenfoto voor mijn rug. Oh ja. Want ik heb nog steeds mega veel rugpijn de hele tijd. Een uitgeslapen Siep. En Siep die naar LA vertrekt. Ja, een auditie. Wat? Ja, nou dat zie je allemaal volgende week. Dus, tot volgende week. Tot volgende week. Op een nieuwe vlog. Later! Doei! Doei! Mag ik maar één keer goed meekijken? Thank you.